President Desirée Boutersen betreurt de situatie zoals die zich nu voordoet bij Roosevelt Gold Mines. Nadat alles in rustig vaarwater terecht leek te zijn gekomen en de bedrijfsleiding besloot de activiteiten te hervatten, was zij genoodzaakt deze wederom stop te zetten. Het staatshoofd vindt het jammer dat alles in het water valt. Hij doelt op de maandenlange onderhandelingen met relevante belanghebbenden om ervoor te zorgen dat de bedrijfsactiviteiten weer opgestart konden worden en bewoners van omliggende dorpen ook de gelegenheid konden krijgen aan goudwinning te doen. Vorige week was de Canadese goudmaatschappij genoodzaakt haar activiteiten in de zuidelijke putten Mayo en Royal Hill op te schorten. Dit gebeurde 10 dagen nadat het werk wederom was opgestart. Het werk was namelijk in juli stopgezet toen er bij ongeregeldheden een porknokker is doodgeschoten. Het bedrijf kreeg dit keer te maken met een invasie van illegale mijnwerkers.